Wij zijn vandaag bij de clustervergadering van Bouwend Nederland regio Randstad Noord. En vandaag hebben we Maxime Verhagen als gast. Wij gaan met onze voorzitter van dagelijks bestuur in discussie over de vragen die relevant zijn voor onze vereniging. Nou, er kunnen vragen zijn over de behoeften van de leden, maar ook waar gaat de vereniging naartoe? Wat gaan we met elkaar in de schouders onderzetten? Wat willen we bereiken? Kan de overheid nog iets voor ons betekenen? Dat soort vragen. Ja, wat me is opgevallen is dat er een enorme betrokkenheid is, ook bij die vereniging. Met alle kritiek of opmerkingen kun je zeggen, want de mensen zijn heel betrokken bij die vereniging. Draaien de vereniging een warm hart toe en willen voorstellen doen om ook die vereniging aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Wat ook een hele duidelijke hartekreet is, is als je kijkt naar de vereniging, zorg dat je jongeren er nog meer en beter bij betrekt. Zeker een nuttige middag en weer een vol agenda voor de toekomst. Een hele duidelijke bijeenkomst vandaag. Blij dat Maxime Verhagen aanwezig was. Die vond ik heel verhelderend. Ik ben al heel lang fan van Maxime Verhagen. Het is een openbaring voor onze vereniging. Er zijn een hoop onderwerpen aan gesprek gekomen. Maar het is heel belangrijk ook dat hij zich toont aan de leden. En dat de leden de vragen kunnen stellen en dat hij daar ook de aandacht aan besteedt. En je hebt er ook één op één contact had. Ja, dat is gewoon geweldig.